Afgelopen week vrijdag ging het boekenbal van start en de boekenweek is dan deze week gestart. Maar wij vroegen ons wel af, wie was eigenlijk de koning op dat bal? Wie is voor u zeg maar de koning van het boekenbal? Nou, ik vind dat Tommy Wieringa dat wel is. Hij heeft een heel mooi boekenweekgeschenk geschreven. Tommy Wieringa? En waarom? Omdat ik het de ultieme man vind. Ik denk Dick Bruna. Want daar zijn we natuurlijk allemaal groot mee geworden en dat zijn nog steeds fantastische bestsellers. Nou, Tommy Wieringa natuurlijk vandaag. De koning van boekenbal is altijd degene die het boekenweekgeschenk heeft geschreven. En nu zitten we dus gezellig hier met Tommy Wieringa, de koning. Hoe was het voor de koning, het bal? Je moest vooral lang wachten voordat je bier kreeg. Want er waren een paar cruciale bars niet geopend. Ben je koning Pils dan ook? Nee, dus je blijft een pauper op het boekenbal uiteindelijk. Je hebt je niet koninklijk gevoeld eigenlijk? Nou, maar je staat met muntjes te wachten en dan ga je naar de bar en dan is het bier op. Met muntjes. Maar een bepaald aantal consumpties. Het is uiteindelijk sta je toch gewoon in de rij zoals Poolse mensen onder Jaruzelski voor een warenhuis. Ja, dat is een beetje armetierig eigenlijk. Dat kan wel anders. Ja, het is een hint. Goed, een koninklijke hint, die mag jij geven. Tommy, naast dat je prachtig schrijft, ik ben al verloren in het mooie boekenweekgeschenk wat je hebt geschreven, ben je natuurlijk ook gewoon zelf iemand die leest. Ja, ik lees zoveel mogelijk, maar het komt er nu niet zo van. Maar ik ben wel echt een gretige lezer, ja. Doe je dat dan omdat je echt van verhalen geniet of ook omdat je kijkt naar wat wordt er door anderen geschreven? Een verhaal is niet onbelangrijk, maar ik ben toch uiteindelijk geloof ik toch meer een lezer die vervoerd wil worden door die taal, door iets. Kijk, want als iets heel goed gezegd is, dan is het voor mij al bijna voldoende. Ja, is dat ook belangrijk voor jou, als jij zei, dat je het juist op de juiste toonzetting... Ja, natuurlijk, maar daar gaat het voortdurend om. Maar dat verhaal, dat loopt wel. Ik bedoel, dat is het vehikel. Ja. Daarvan weet ik waar het naartoe moet. Maar per zinnetje afzonderlijk moet je elke keer weer een keuze maken. Toch zullen er veel... Dat is voor mij het geluk van dat schrijven. Dat ik elke keer weer zo'n zinnetje onder handen heb van... Ja, want kijk, ik kan me voorstellen dat er ook genoeg collega's zullen zijn die dat verhaal niet als vehikel zien, wat jij nou zegt. Die moeite hebben om het verhaal verder te krijgen. Maar voor jou is het eigenlijk meer van de juiste woordkeus en de intensiteit. Nou, ik weet wel waar het naartoe moet, maar ik weet niet hoe ik dat ga doen. En met elk zinnetje, ik kan nooit met de tweede zin beginnen. Een boek. Als ik nog geen eerste zin heb, kan ik niet beginnen. Want die eerste zin die roept de tweede op. En als ik heel schematisch zou werken, dan zou ik bij de tweede of de derde zin kunnen beginnen. En dan denk ik, nou dan vul ik later de eerste wel in. Maar zo gaat het dus niet. Ik wil organisch schrijven. Ja. Dus het eerste gevoel, dat moet al goed zijn. Ja, en die eerste de zin moet kloppen en dan brengt hij een volgende zin voort. Wat is het eerste boek eigenlijk wat jij ooit hebt gelezen? Nou, of waardoor je vervoerd werd. Ongetwijfeld Pinkeltje en zo. Paar Pinkelman en Wipneus en Pim. En dat soort boeken. Maar, ander taalgebruik. Ja, maar literatuur is. Het is niet helemaal het begin, maar een boek waar ik van dacht. Als dit literatuur is en je er zo om kunt lachen en zoveel plezier aan kunt beleven, dan is dat misschien wel iets voor mij. Dat was De Wereld Volgens Garp van John Irving. Ja. Daar heb ik de prachtig boek. Echt om geschaterd. Ja. En wat ben je nu aan het lezen? Nu lees ik van Robert Walser kleine stukjes. Maar het laatste boek dat ik... De laatste roman misschien wel die ik echt heb verslonden was Alles wat is van James Salter. Volgens mij hebben we hem hier ook liggen. Hè? We hebben hier liggen. Een Amerikaanse auteur van 88 jaar die 10 jaar heeft gedaan over dit boek. En nu op zijn 88ste kwam met een grote nieuwe roman wat op je 88ste echt heel, heel bijzonder is. De meeste mensen zijn voor hun 50ste al uitgeschreven, maar hij... Is dat ook wat jij graag wil? Naar altijd door blijven schrijven? Je hele leven? Zou je dat mooi vinden? Dat zou fantastisch zijn. Ik hoop niet dat ik op een 88 nog dikke romans moet schrijven. Dan wil ik eigenlijk alleen nog maar miniaturen schrijven. Ja. Kleine dingetjes, haiku-achtige formaten. Haiku is wel heel kort, hè? Dat zijn maar 3 regels. Maar toch... Heel kort en heel precies, ja. Aan de andere kant neem ik aan dat je ook voorlezer bent voor je dochters. Hè? Hazel, Zoe, krijg je die veel van jou te horen? Ben jij degene die altijd voorleest thuis? Of? Nee, mijn echtgenoot en ik lezen allebei voor hem. En ik heb veel plezier aan het verzinnen van verhaaltjes, wat heel moeilijk is. Xander zei net dat zijn kinderen een paar woorden geven en dan gaat hij verzinnen. Doe jij dat ook?
Nou, nee, maar ik vat de gebeurtenissen van de dag bijvoorbeeld sprookjesachtig voor ze samen, waarin hun leven dan opeens in een sprookjesachtige omgeving herverteld wordt. Wat reuze leuk is. Maar je moet erg uitkijken met de personage die je kiest, want je zit er zoveel jaren aan vast. Ja. En als het niet zo'n interessant personage is voor mij, moet ik toch allemaal doorvertellen over... Iedere avond vragen ze dan weer verder ermee. Een buidelrat die ik verder karakterologisch heel oninteressant vind, maar ik zit jaren vast aan die buidelrat. Ik ben benieuwd hoe lang jij vast gaat zitten aan de karakters hierin. Het leukste verhaaltje trouwens, daar verheug ik me straks op. Dat is een verhalencyclus, die heb ik ooit aan mijn neef verteld. Dat waren de verhalen over de struikelrover. Een struikelrover, dat is de rover die je altijd al van verre hoort aankomen, omdat hij overal overstruikelt. En die wordt voortdurend gevolgd door generaal... Ja, dat is een heel belangrijk personage in de Nederlandse sprookjeswereld, denk ik. Generaal Pardon en zijn mannen. Daar verheug ik me enorm op. Ja, ja. Maar je weet hè, natuurlijk als geen ander dat heel veel boeken zijn ontstaan juist door het vertellen aan kinderen. Dus wie weet dat wij generaal Pardon ooit nog wel eens een keertje boeken voor... Het punt is dat je moet, als je een boekenweekgeschenk schrijft, moet je het niet voor die kinderen doen, maar voor die ouders. Dat weet volgens mij iedere auteur die voor kinderen schrijft. Je moet het voor die ouders doen. Want als die ouders het leuk vinden, dan gaan ze... saaie kinderboeken, die verdonkermaan ik. Die lees ik niet meer voor. Ja, ja. Omdat ik ze saai vind. Ja, precies. Ja. Dus je moet voor de ouders schrijven. Ik ben benieuwd wanneer dat kinderboekengeschenk gaat komen. We zijn nu nog bij dit mooie geschenk. En laten we daar vooral bij stilstaan. Want het is een diamantje, kan ik wel zeggen. Ik lees een beetje zoals ik koffie drink. Kleine nipjes van jouw verhaal. Met zorg om die taal juist op me te laten inwerken. En het ook vooral nog niet uit te hebben. Want dan ga ik die karakters waar jij het nou net zo over hebt in die kinderverhalen, ga ik heel erg missen. Ja. Hoe ben jij überhaupt op het verhaal gekomen? Een oudere man met een jongere vrouw? Ja. Iets wat je zelf aansprak of gewoon leek je wel eens interessant? Ik geloof dat ik al heel lang geleden ben begonnen met het schrijven van dit verhaal zonder dat ik het wist nog. Dit verhaal, ik heb namelijk altijd een ongezonde nieuwsgierigheid gehad. En dan informeerde ik vooral bij vrouwen met oudere mannen. Ik dacht, hoe is dat dan? Ja. Hoe leven jullie? Hoe moet dat dan? Maar is dat uiteindelijk... Zie je dan niet dat hij zoveel ouder is? En vind je dat niet erg? En haperende lichaam... Je begint een beetje te pinchen ook dan. Ja, maar haperende lichaamsfuncties. Hoe ga je daarmee om? En vind je dat niet erg? En dus ik heb altijd die vrouwen een beetje uitgehoord al. Uh-huh. En zonder nog te weten dat ik eigenlijk al bezig was aan een boek. En vorig jaar in mei, en ik had net James Salter geïnterviewd, schrijver van dit boek, James Salter, Alles Wat Is. Mm-hmm. Ik had hem net geïnterviewd en dat was een van de gelukkigste ervaringen in mijn leven op literair vlak. En ik stapte in New York in een taxi en naast mij stapte een mooie jonge vrouw in die ik kende. En ik realiseerde me dat een verhaal was. Ik, 46-jarige man... En deze schitterende jonge vrouw, ik dacht, daar zit iets in. Het toen kwam al dat voorwerk wat ik al had gedaan, viel in één keer op zijn plaats. Ja, ja, ja. Toen zag je het ineens vanaf de andere kant, vanaf de mannelijke kant. Ja. Maar terwijl je als die opportunist, al, zoals jij zelf zegt, dat je graait uit je eigen leven, een andermans leven. Ja. Had je al gegraaid, maar nu ineens voelde je het ook. Ja. Ja. Kijk, heel mooi verhaaltje is dit geworden. Ga jij hiermee, zou je hiermee door kunnen gaan met deze personage? Of is het dan ook echt afgerond? Want het boek is inmiddels al internationaal verkocht. Dat is ongekend voor zo'n boekenweekgezind. 6 landen. Ja. Nee, en ik zou er niet op willen doorgaan omdat ik mezelf niet wil vervelen. Dat is het allerergste. Want als ik jou verveel, als ik mezelf verveel, verveel ik jou uiteindelijk ook. En dat zou ik niet willen. Dus ik probeer wel telkens iets nieuws te vinden. Ik word geleid door zoekgedrag in het schrijven. Ik wil nieuwe... om zo maar te zeggen, werelden verkennen. Ja. Deze wereld ken ik al. Deze is voor jou afgesloten. Ik wacht nog even voordat ik afsluit. Maar in welke wereld werk je nu? Waar ben je mee bezig? Ik zit achter in een taxi en ik rijd het hele land door. van boekwinkel, naar theater, naar bibliotheek. Daar ben ik nu mee bezig. Dus ik heb je bent nog niet personages. Aan het ik ben wel aan een nieuw boek begonnen, maar ze zijn nog nooit verder bij me vandaan geweest als in deze week. Dus ik heb geen tijd om aan schrijven te denken. Maar na deze week dan, wanneer mogen we weer wat verwachten? Deze maand. Ik weet het niet, ik heb nu alle tijd. Ik ga,
Ik ga niks doen, denk ik, dit jaar. Lummelen. Ja. Laat ik het zo zeggen. Ik ben in ieder geval blij met je gezicht te zien. Want ik zie een twinkeling in je ogen als je denkt aan het verhaal. Ja. Dus het wordt vast iets moois. met dit boekje kan je allemaal zondag natuurlijk gaan reizen. De prachtige boekenweekgeschenk met ook natuurlijk die flyer die er dan in zit. De boekenlegger. We gaan allemaal op reis met jou. Heel erg bedankt. Geniet van deze mooie week. En geef ons weer een mooi nieuw leesboek. Leesvoer op korte termijn. Ik zal aan je denken. Ja? Goed. Die nog even tekenen, want die geven we dan weg.